Hey iedereen, welkom. Dit is hier terug, Stoms Retro Corner, TRC underscore live. En vandaag zitten we hier terug met Turile Skipping. Dus zoals jullie zien heb ik nu Skeleton Task. Ik ga jullie de beste spot laten zien waar dat je die Skeleton Task kunt doen. Hiervoor zijn er een paar mogelijkheden, maar dit gaat de snelste zijn, waar dat er het meest skeletons zijn. Het is wel niet ongevaarlijk, het is in de wildernis namelijk. Dit is Edgeville en hier in level... 10 wildernis of zo, denk ik dat het is. Bij de mining spot zijn allemaal skeletons. Dus het is daar waar dat we naartoe gaan. En natuurlijk hebben we ons kennen weer meegebracht, natuurlijk. Dus ik dacht dat het level 10 ongeveer was. Qua wildernis. Dus we zullen eens zien. We zijn hier nu bij de Scorpions. Hier is het alvast. Ja. Hier is het inderdaad. Voilà. De Cannonmark staat er al. Dus zoals jullie zien, zijn hier heel veel skeletons en zo. Dus dit is de beste spot voor skeletons. Het is level 10 wilderness, inderdaad. Dus voilà, dit wou ik jullie even laten zien hoe gemakkelijk het is voor skeletons als leertask bij Turile Skipping te krijgen, te doen en zeker en vast ook heel snel te doen, want dat is de bedoeling bij Slayer Skipping natuurlijk. Allemaal super bedankt om te kijken en ik zie jullie bij de volgende episode terug. Yo, nog een goede dag!